Duurzame toekomst, D66 in Rheden. Komende periode staat er veel op spel in Rheden. Decentralisatie, veranderd bestuur en economie gaan groot in ontwikkeling de komende periode. Ontwikkeling die wij duurzaam willen inzetten, ook in onze gemeente. Duurzaam inrichten betekent goed inrichten, lange termijn oplossingen zoeken. Waar richten we ons op jongeren? Zorgen dat jongeren goed wegkomen in het onderwijs, maar ook in de zorg. Jeugdzorg krijgt de komende periode onze grote aandacht. Kijken we naar de economie, zetten we in op het stimuleren van circulaire economie. Ook lokaal is dat mogelijk. Hergebruik en de gemeente als opdrachtgever die dat soort eisen stelt. Kijken we naar bestuurlijke inrichtingen. Heel erg belangrijk, komende periode komen discussies over gemeentes en over groottes van gemeentes. Ook D66 wil deze discussie gaan opzetten in de gemeente en kijken waar we naartoe gaan als gemeente. Zorg, decentralisatie, belangrijkste dossier komende periode, daar gaan we op inzetten. De duurzame toekomst, stem op D66.